Vandaag doen we de review van Iron Man 3 in 2 minuten, want tijd is kostbaar. Met Iron Man 3 trapt Marvel dus fase 2 af van die hele verfilming van hun universum. Vervolgens krijgen we nog Thor 2, Captain America 2 komt er nog aan. En we gaan uiteindelijk allemaal richting The Avengers 2. En voor de rest wordt het sowieso een heel druk superheldenjaar, want er komt echt enorm veel uit. In Iron Man 3 is er dus een nieuwe bad guy, die wordt gespeeld door Ben Kingsley en dat is The Mandarin. En dat is een beetje een mysterieus Chinees-achtig figuur. En vervolgens hebben ze ook nog een andere bad guy en die heet Aldrich Killian. En die doet weer dingen met super serums en superpowers en mensen die dan heel erg sterk worden. En het is dus aan Iron Man / Tony Stark en aan Iron Patriot, dat was vroeger War Machine. En nu gast met een soort likkie verf op zijn pak en die is fuck yeah Amerika. Het is dus aan hun om de boel te stoppen. Nou is Iron Man 3 echt al een hele vette film geworden, kan niet anders zeggen. Ik heb me zwaar mee vermaakt. Maar het valt toch wel een klein beetje tegen als je het niveautje van The Avengers hebt. Die film die neemt zichzelf sowieso niet te serieus, dus die gaat lekker over de top. En het grote probleem met Iron Man 3 is eigenlijk dat het een herhalingsoefening is van de eerdere twee films. Deel 2 was sowieso al niet zo'n hele beste film. Iron Man 3 doet feitelijk gewoon hetzelfde als wat ze dus in het eerste deel ook al hebben gedaan. Hij gaat een tijdje zonder pak lopen, hij is een beetje depressief. Hij heeft ook angst aanvallen nog van New York in de Avengers tijd. En dat past allemaal niet echt heel erg lekker bij de toch wel guitige humor van Iron Man 3. Waarin natuurlijk Robert Downey Jr. weer briljant is als Tony Stark / Iron Man. Robert Downey Jr. is de rol op het lijf geschreven. Je zou echt niemand kunnen casten die zo goed Tony Stark speelt als Robert Downey Jr. dat doet. En dat doet hij weer met ontzettend veel humor en ongelooflijk ongepaste flauwe grappen. Er is echter in de film een plot twist waar ik helemaal niks over kwijt kan. En of je vindt het briljant, zeker als je niet zo heel veel met Marvel Universe hebt, of je vindt het een stuk minder. En in mijn geval vond ik het een beetje, ja, het was een beetje een kick in de balls. Als je iets met superheldenfilms hebt, dan is dit gewoon een no-brainer. Dan ga je met je reet naar Iron Man 3, want dat is gewoon een over de top, fantastische, lekkere film. Maar als je eigenlijk niks hebt met dit soort films, dan kan die misschien wel een beetje tegenvallen, zeker als je het eerste deel al gezien hebt. Dus dan is het misschien beter om toch te wachten op The Avengers 2.